Het Lelystadse Theater Agora moet ingrijpend reorganiseren. Door de coronacrisis zijn de inkomsten zo hard teruggelopen dat 33 mensen hun baan geheel of gedeeltelijk verliezen. Bij ons Richard Wijnveld, directeur van het Agora Theater. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u de mensen verteld? Wij hebben half december eigenlijk de medewerkers al in een bijeenkomst verteld dat dit een voorgenomen besluit was. Dat was een gezamenlijke bijeenkomst, dus dat is dan best wel emotioneel ook natuurlijk en zwaar. Omdat je dan, mensen zagen op zich wel een reorganisatie aankomen, maar dat die zo heftig zou zijn, dat hadden ze niet verwacht. Dus dat is, dat is best heftig. Ja, snappen ze het? Ja, wat ik zeg, we hebben vorig jaar in januari eigenlijk al een bijeenkomst georganiseerd. Toen bekend werd dat Kok een nieuwe bioscoop ging bouwen. Dat was ook het teken dat uiteindelijk wij de bioscoopfunctie zouden gaan verliezen. En dat betekent eigenlijk toen dat we al gezegd hebben dat er een reorganisatie aan zit te komen. Alleen ja, toen kwam uiteindelijk corona eroverheen. En hebben we naast moeten zoeken naar het verlies aan inkomsten voor de bioscoop ook kijken hoe gaan we deze coronacrisis overleven. Ja, en dus is uiteindelijk de reorganisatie veel zwaarder uitgepakt dan we in januari voor ogen hadden vorig jaar. Er zijn verschillende steunmaatregelen van het Rijk. Waren die niet genoeg? Er zijn inderdaad heel veel steunmaatregelen. Hè. Ook bijvoorbeeld de NOW, maar de NOW deelt vergoed maar 80% van de loonkosten. Dus je loopt gewoon maand op maand gewoon wel achteruit. We zijn tussendoor wel steeds af en aan wat open geweest. Maar de bezoekersaantallen voor zowel de bioscoop als ook theater zijn daar heel zeer minimaal. En eind vorig jaar kregen we daar ook nog de melding bij dat we wel open mochten zijn, maar helemaal geen horeca mochten verkopen. Dus ja, je bent wel open, maar eigenlijk elke dag dat je open bent leid je gewoon verlies. Dus je loopt gewoon achteruit. Ja. En dan speelt denk ik het verlies van de bioscoopfunctie ook nog een rol, of niet? Ja, dat is wat ik zeg. Vorig jaar wisten we natuurlijk al dat we dit jaar, en dat zou eigenlijk het eerste kwartaal van dit jaar zijn, dat lijkt er nu op dat er toch in het najaar van dit jaar echt de bioscoop open gaat. En dat is netto voor ons op jaarbasis gewoon een verlies van 150.000 euro inkomsten. Netto, hè? Netto opbrengsten. Mm-hmm. Dus dat is niet zomaar te compenseren. En dat is ook waarom wij helaas met echt wel pijn in het hart ook hebben moeten besluiten om onze receptiefunctie op te heffen. Omdat we op geen andere enkele manier zien om dat verlies anders op te kunnen vangen. Nee, als het theater nou weer open gaat, hè, als het allemaal weer mogelijk is. Wat ga ik er als bezoeker dan van merken dat er zoveel mensen uit zijn? Nou, als het goed is, gaat u als bezoeker er niet heel veel van merken. Behalve dat, wat ik zeg, hè, de receptiefunctie is straks verdwenen. Wij gaan er zelf vanuit uit de komende maanden, zeker het eerste half jaar, dat we als we al open gaan, zal het mondjesmaat zijn met de mensen die we over hebben, kunnen we dat redden. En mogelijk moeten we incidenteel inhuren voor wat extra activiteiten. Maar in principe zouden bezoekers daar niks van moeten merken, omdat er met een kernteam overblijft wat juist voldoende moet zijn om voldoende expertise te hebben en te kunnen schakelen waar nodig. En dan hopen we echt van harte dat we in het najaar weer een beetje kunnen gaan opbouwen. Nou, ja. Hoe groot is dat kernteam dan nog? We blijven over met 16 medewerkers. Oké, dan bent u daar directeur over. Heeft u ook in uw eigen baan gesneden? Nee, ik heb niet in mijn eigen baan gesneden. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar afgelopen maanden ben ik drukker geweest dan ooit. Iedereen denkt ook als we stil liggen dat er dan, dat je dan niks te doen hebt, maar je bent drukker dan ooit. Continu schakelen, continu nieuwe plannen maken, iedere keer weer bijstellen. En dat verwacht ik de komende maanden zeker ook dat dat moet gebeuren. En ook weer in de wederopbouw als we straks weer kunnen gaan groeien. Ja, want als we dan eens naar die komende maanden gaan kijken, bent u vooral somber of toch nog wel wat positief? Wij hadden in onze theaterprogrammering voor de eerste helft van dit kwartaal hadden we echt bewust al zoveel mogelijk naar het einde van het kwartaal geprogrammeerd. Omdat we zelf al vanuit gingen dat de eerste twee maanden van 2021 niet heel rooskleurig zouden zijn. Ik heb een stille hoop dat we vanaf toch maart wel weer in de lagere aantallen open mogen. Daar is ook rekening gehouden met onze programmering. Dat staat wat geprogrammeerd, wat dat ook kan op basis van die aantallen. En dan, ik denk wel dat het nog met ups en downs zal zijn de komende periode. Maar ik hoop wel dat we het eerste half jaar zeker nog wel wat activiteiten kunnen organiseren. En dat we dan inderdaad, zoals ik al zei, vooral het najaar weer een beetje richting wat meer normale activiteiten kunnen gaan. Ja. Praat u wel eens met collega's van CAF Almere, Meerpaal Dront en Voorhuis Emmeloord?
Ja, wij zitten ook in een. We hebben regelmatig overleg met elkaar. En ik heb ook overleg natuurlijk met andere directeuren in Nederland. En wat zeggen die? Heel veel. Ja, heel veel theaters zitten in hetzelfde schuitje en hebben ook zelf het idee ten aanzien van het eerste, vooral het eerste half jaar, dat zal echt nog wel lastig zijn. Maar heb ik nog geen berichten gehoord van dat ze ook zoveel mensen moeten ontslaan? Nee, maar bij vooral de theaters in Flevoland zijn een beetje anders dan Lelystad. Zij hebben vaak nog andere activiteiten erbij. Hè. Zoals de Meerpaal heeft veel meer, los van theater, veel meer andere activiteiten erbij. Hetzelfde geldt voor het CAF en ook Emmeloord. Okay. Wij zijn puur afhankelijk van onze theaterfunctie en daarnaast onze commerciële activiteiten. En tot voor kort dan ook de bioscoopfunctie. We hebben geen andere subsidiestromen. Inkomsten op basis van welzijn of een museum of iets soorts. Dat is inderdaad anders, ja. Richard Wijnveld, directeur van Agora Theater in Lelystad. Dank voor uw toelichting.